De dierenbescherming verwacht dat het steeds moeilijker wordt om de jaarlijks 25.000 dieren in haar 30 asielen binnen 3 maanden te herplaatsen. Dat lukt nu nog in 80% van de gevallen, maar dat percentage staat onder druk. Er komen namelijk steeds vaker zieke dieren en dieren met een gedragsprobleem in de asielen terecht. In de campagne #geefommij die vandaag begint, vraagt de dierenbescherming aandacht voor de speciale begeleiding die nodig is om deze dieren in de opvang geschikt te maken voor een nieuwe baas. Bij de dierenopvang Dier onder Dak in Dokkum pakken ze het net even anders aan. En die aanpak lijkt ze vruchten af te werpen. Het komt natuurlijk wel voor dat we katten ontvangen met gedragsproblemen, afstandskatten of zwerfkatten. Maar dat lukt ons eigenlijk altijd om de katten weer te herplaatsen. Ik denk dat het ook een beetje komt omdat wij vrij klein zijn. En we hebben dus hele lange ervaring met dat soort katten. En we proberen ze te resocialiseren, waar we een aparte ruimte ook voor hebben. En we doen dat allemaal in samenwerking met de dierenartsen. En het lukt ons altijd alle katten weer te herplaatsen. Soms hele extreme gevallen niet. Maar die laten we dus steriliseren en shippen. En dan gaan ze naar een van onze collega's op een boerderij. Ja. Waar ze dan vrij rond kunnen lopen, maar wel te eten krijgen. Vandaag is ook de actie gestart Geef om mij. Doen jullie daar ook aan mee? Nee, daar doen wij niet bewust aan mee. Wij zijn niet aangesloten bij de dierenbescherming. We hebben onze eigen organisatie, onze eigen stichting. Dus wij doen niet mee aan die actie. Wij zijn niet aangesloten bij de dierenbescherming. En daar hebben wij bewust voor gekozen omdat we graag ons eigen beleid willen voeren. Onze eigen keuzes willen maken. We doen het graag op onze eigen manier. En dat is al meer dan 35 jaar. Gaat het goed en dat willen we graag zo houden. Want de regels die dierenbescherming hanteert zijn anders dan die van jullie, hè? Ja, wij laten eigenlijk nooit dieren inslapen of het moet wel voor het bestwil van het dier zijn. Als die heel ernstig ziek is of lijdt, of dat is het enige moment dat we dat doen, maar verder eigenlijk nooit. En we vinden altijd weer een plaatsje, langer of kortere tijd. En wij hebben ook geen termijn dat ze bij ons mogen blijven. Er zullen natuurlijk ook wel eens beesten binnenkomen waarvan jullie denken van wat moeten wij hiermee? Maar dan gaan jullie er toch mee aan de gang om die resocialisatie te krijgen? Ja. We hebben, Ant zei het net al, we hebben als het moet heel veel geduld. We zijn natuurlijk klein, we hebben een kleine groep vaste vrijwilligers. Dus iedereen leert de kat goed kennen en dan kijken we echt naar de kat zelf. Wat is goed voor de kat? Eventueel in overleg met de dierenartsen. We nemen veel tijd om de kat te socialiseren. Ja. Het is bijna vakantietijd, dus waar eigenlijk elke opvang en elke asiel mee zit, is van dat er gigantische hoeveelheden beesten binnenkomen. Maar bij jullie is volgens mij op dit moment redelijk rustig. Ja, het is nog redelijk rustig. Maar ik heb al gehoord dat het bij veel asiels op het ogenblik heel rustig is. De kittentijd komt weer aan. Maar als wij nestjes kittens hebben, dan worden ze niet hier gehouden. Want dat is toch veel te veel kans op bacteriën, ziektes. Ja. En die worden dan bij iemand thuis gehouden. Dus tot ze weer oud genoeg zijn om hier te komen. En dan kunnen we ze plaatsen. Maar de kittentijd komt weer aan, ja. Als ik even denk dan aan gedragsproblemen bij katten en ik hoor jullie, dan is het geduld is een schone zaak. Ja, het is zeker. Dat is heel erg belangrijk. We hebben wel katten geplaatst die dan wat bang waren nog. En waarvan we dan tegen de nieuwe eigenaar zeiden van heel geduldig zijn. Laat ze nou maar. Ook al gaan ze achter de kast of onder de bank zitten. Ze komen vanzelf. Nou, na 2-3 dagen komen ze dan hier met de armen onder de krabben. En het gaat niet. En zeiden we, ja, het kan wel maanden duren. Het kan wel een half jaar duren. Maar je moet rust hebben. En het blijkt wel, als je zelf daar gewond van bent, dat ze dus niet met rust hebben gelaten. Dat is vaak het probleem. Mensen willen te vlug.